Het is de week van het afval. Een week waarin mensen worden geïnspireerd om bewuster met hun afval om te gaan. De week begint vandaag op de roltrappen van het Forum, waar de leerlingen van de Noorderpoort hun zelf ontworpen outfits laten zien van afgedankt denim. Het is een combinatie geweest van inspiratie uit het materiaal, inspiratie van verschillende designers die een expositie hebben gehad in het Groningen Museum en de inspiratie van mijn docenten natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, de outfit die ik aan heb, heb ik niet zelf gemaakt. We hebben onderling met alle studenten hebben we ook gewisseld. Dus er is een andere meid die heeft mijn kostuum aan op dit moment. Zou je deze broek ook in het echte leven aandoen? Ja, deze denk ik wel. Ja, ik vind deze super tof en hij zit me ook best wel goed. Waarom vind je de vleugels leuk? Ik denk omdat ik ben opgegroeid met Wings Club en dat soort dingen, heel eerlijk te zijn. En mijn droom was echt om ook een vee te worden. Dus dan dacht ik, ik krijg de kans om alles te maken wat ik maar wil. Dus dan ga ik vleugels maken. Deze groep, genaamd Choop Choop Tribe, probeert zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Ze willen zo min mogelijk afval creëren en mensen aansporen om meer te recyclen. 5 jaar geleden zijn Eduard Beeseminder en ik als kunstenaars hebben besloten om ons kunstenaarschap in te zetten voor duurzaamheid, circulariteit. En toen zijn we onder andere met 14 studenten van Noorderpoort, Art in Design, na 6 weken naar Mallorca geweest om daar plastic van de stranden te halen. Het volgende Troep Troep Tribe project was een kledinglijn van afval. En dat hebben we toen laten zien op Let's Grow en op Fair Fashion. En als gevolg daarvan werd ik gevraagd of dat ik iets kon met 1400 kilo afgedankt denim. Nou, ik dacht, ik kon me daar helemaal niks bij voorstellen bij 1400 kilo. Ik zei, nou laat maar komen. Nou, toen lag mijn atelier zeg maar zo vol. Met het afgedankte denim hebben de studenten de kleding gemaakt. Niet alleen voor school, maar ook zijn de studenten zelf bewust met kleding bezig. Ik koop eigenlijk al mijn kleding tweedehands. En op deze manier ben ik er heel erg mee bezig om awareness te creëren, maar dan op een leuke manier. Ja, ik ga naar de kringloop in vintage winkels of ik krijg ook wel eens wat van vrienden. Het is echt gewoon, het gaat heel circulair, want als ik iets nodig heb, dan mag ik het meestal lenen of dan krijg ik het zelfs van vrienden. En als mijn vrienden wat nodig hebben, dan krijgen ze dat van mij gewoon. Ik zelf draag ook heel vaak tweedehands kleding, omdat ik dat leuk vind en omdat het ook echt goed is voor de toekomst. Ik hoorde net, zat een hele leuke quote van afval bestaat niet. Klopt dat ook echt? Ja, ik vind het wel. Ik ben het daar wel mee eens. Als je creatief nadenkt, dan kun je eigenlijk voor alles in je huis wel een nieuw doel vinden. Als je nadenkt over dingen, meubels in huis plaatsen of kleine opbergdingen in huis plaatsen, daar kun je heel vaak dingen voor hergebruiken waar je in eerste instantie misschien niet aan zou denken. Ja, ik denk dat we wel zover zouden moeten kunnen komen dat afval niet bestaat. Dat is natuurlijk 100% circulariteit. Dat is natuurlijk echt waar we naartoe moeten. Dus afval bestaat niet.